Vreda Nu. Je weet het meteen. Nou, Leon, carnaval komt eraan. God. Ze hebben in Tilburg ons wel eens een carnavalsclub genoemd. Maar ja, gezien het voetbal van de laatste weken, snap ik het eerlijk gezegd wel. Ja, weet je, het ergste is, we zijn het cynisme al ver voorbij. Zelfs de zelfspot houdt ons moeilijk op de been. Maar we hebben weer een drietal lastige weken achter de rug. Man, dit is de Graafschap kansloos. Ja, we eindigen de vorige show met de Graafschap. Toen hadden we nog goede hoop, dat wisten ze wel, want dat is een sleutelwedstrijd. Ja. En toen wisten ze ook van, joh, als ze het nou niet kunnen opbrengen, als ze nou de ernst er niet van inzien, dan lijken ze al over en sluiten. En dan kunnen we ons eigenlijk wel erbij neerleggen dat het of een directe degradatie of een strijden om een playoff plek. Maar meer zat er dan ook echt niet in. Ja, maar het is exemplarisch voor hoe het team in elkaar zit. En hoe de ene helft wel wat voelt. En de andere zoiets heeft van, ja, maakt mij niet uit wat ik volgend jaar voetbal. Het ergste is, nu haal je ook nog een paar nieuwe spelers. Ja. Moeten we het daarover hebben of zo? Hoe zeggen van, die zijn aan het eind van het seizoen weg en hiepiepoeraar. Ik weet het niet, ja, die Gersbach, ik had daar wel een hoge pet van op vooraf. Helemaal niks. Totdat jij die statistiek even opnoemde, dat hij 33 foute pasen zat tegen de Graafschap. En dat heeft hij tegen AZ dus gewoon nog verbroken, hè, zijn eigen record. Oh, echt waar, oké. Okay. Goeiedag zeg. Dat vond ik jammer, want ik vond het wel een typische echte verdediger die ook qua doen ook echt wel bij NAC past. Maar dan moet je ook wel kunnen leveren natuurlijk, hè, dat is wel jammer. En AZ, je hebt het al gezegd, ook 0-3, we hadden daar ook weinig illusies gemaakt dat we daar iets tegen zouden kunnen doen. Maar ja, AZ was ook wel heel goed hoor. Was ook goed. Half kracht was AZ gewoon goed. We hadden wel iets meer progressie, er zat iets meer strijd, iets meer beleving in. Dat zag het publiek ook wel en dat kwam ook wel wat steun van het publiek af. De ereronde kwam er ook wat vanaf. Daar ging wel een plichtmatig ererondje vandaan. Ten opzichte van de Graafschap, daar kon je duidelijk zien dat Menno Koch wel een duidelijke speech voor het voor had gegeven. Jongens, wat er ook gebeurt, nu gaan we wel met z'n allen als eenheid een ereronde lopen. Wat er ook gebeurt, en dat zag je ook. Het zag er wat plichtmatig uit, maar het gebeurde wel. Heeft Nijholt ook de ereronde meegelopen of niet? Dat zal toch wel. Hij is altijd de eerste die vooraan staat om de ereronde in te zetten. Dus ik denk wel. Ben je niet benieuwd naar wat hij altijd te zeggen heeft? Hij is een goede prater, hij is een echte nakker. Een van de weinige spelers die ook echt het nak uit kunnen dragen en gevoel hebben bij de club. Dus ik zou er wel meer van willen weten. Ja. Zullen we even kijken? Leuk dat je weer kijkt. Ik ben hier in Zundert met Gianluca Nijholt. Welkom Gianluca. Dankjewel. We hebben een paar leuke vragen voor jou, dus kies maar een kaartje. Ga ik voor het geel, hè? Eerste vraag in het geel. Slimme kaartje. Honden of katten? Honden. En waarom honden? Ik heb zelf een hondje gehad, helaas overleden. Mevrouw Jansen heette ze. Oh, dat is en die is bijna 16 jaar geworden, dus we hebben er echt heel veel plezier van gehad. En ze is nog steeds bij ons. En gaat er in de toekomst nog een nieuwe hond komen? Of? Voor mij persoonlijk niet, en mijn ouders denk ik ook niet. Zo'n hond, als je die of een kat, als je dat aanschaft, zeg ik dan altijd dat. Ja, dat doe je niet voor even, dat doe je eigenlijk voor de komende 10, 15, soms wel 20 jaar. Dus je moet er goed over nadenken, vind ik. En we hebben het toen gedaan en heel veel plezier van gehad en heel blij mee geweest. Maar op dit moment zou ik er niet meer voor kiezen. Maar je bent wel een dierenvriend in de algemeen? Zeker. Okay, mooi. Dan mag je de volgende kaart pakken. Mag je maar mij geven, sorry. Oh, ja, zijn we net. Batman of Spider-Man? Batman. Waarom Batman? Ja, ik heb van Batman bijna alle films gevolgd. En daar heb ik wat meer mee dan vroeger ook. Vroeger was het meer Batman dan Spider-Man. Vroeger ook nu in het zwart gekleed. Ja, daar heb ik meer mee. Ik weet niet waarom, maar ja. Ben jij sowieso een beetje fan van superheldenfilms of iets? Nee, eigenlijk niet, maar die Batman films die trokken mij wel. En ja,
eigenlijk, als hij nu ook weer op tv komt, blijft hij toch altijd weer op een of andere manier ervaren. Ja. Okay. En hou je sowieso van film kijken of wat doe je het niet? Ja, zeker. Ik moet zeggen, Netflix thuis, Videoland, noem ze allemaal maar op. We hebben ze allemaal. Dus ja, we zitten nu in seizoen 3 van Gomorra, Italiaanse maffia-serie. Oh, okay. Keiharde actieserie. En, ja, dat, is wel een aanrader dan? Ja, zeker. Dus allemaal kijken. Oké, dat is vet. Ik kan hem nog inpakken. Cardio of krachttraining? Ja, dat is een goeie. Bedoel je dan cardio in de sportschool of bedoel je cardio zoals wij trainen op het veld? Doe maar gewoon in de sportschool, want anders zou je natuurlijk altijd met de bal kiezen. Precies. In de sportschool voor krachttraining. Voor krachttraining. Ja. En hoe ziet het bij jullie eruit een week? Doen jullie veel krachttraining of hoe ziet dat eruit? We hebben ons eigen programma, zeg maar, zo op maat gemaakt voor je. De ene traint benen, de andere bovenlichaam, de ander doet wat meer oefeningen voor de rug, et cetera, dat soort dingen. En meestal doen we 2 tot 3 keer per week je eigen programmaatje volgen. Okay. En daar zijn en doe we. Doe jij naast dat jij hier een programma volgt ook zelf nog aan extra krachttraining bijvoorbeeld? Of? Hier doe ik dat. Maar niet thuis nog een keer bij de sportschool. Oké, top. We gaan heel even tussenuit om naar de supporter van de maand te kijken. En dan zijn we zo weer terug hier in Zundert met Gianluca voor nog 3 andere vragen. Nou, ik zit hier naast Ruben, een echte fanatieke nakker. Ruben, kun je mij vertellen hoe lang je al naar NAC gaat? Ja, ik denk dat de eerste wedstrijd 1989 is geweest. Waarschijnlijk tegen PEC Zwolle. Dus het is nu weer PEC Zwolle, toen later FC Zwolle, dus nu weer PEC. Ja, dat moet de eerste keer geweest zijn. Opa, vader, achter de goal. Ja, ik snapte er helemaal niks van, maar ik was verkocht. Ja. Gewoon een keer meegenomen en het was raak. Het was gelijk raak en vaak geweest. En mijn vader was trainer bij Beek Fruit, dus ik kon helaas geen seizoenkaart al snel nemen. Dat is wat later gekomen, maar ik ben in het oude stadion gelukkig heel veel wedstrijden geweest. Mee mogen maken het oude sfeertje. Ja. Maar wie sta je daar dan? Ik sta met een vaste groepje, onder andere mijn neefje, helemaal uit Spijkenisse, komt hij elke wedstrijd op en neer, heel veel respect voor. Ja, de vaste jongens die daar eigenlijk pak een beetje bijna al 20 jaar staan. Dus ik ga niet met één iemand specifiek op hem na. Er staan een man of 20, 30 omheen, die ik gewoon als mijn vrienden, dan wel NAC-vrienden, kan betitelen. Ja. En ik hoor zeggen, jouw neefje, helemaal uit Spijkenisse. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, hij had geen club en hij zegt tegen mij van, jij gaat naar NAC, mag ik een keer mee? Nou, zo gezegd, zo gedaan en verliefd. Niemand in de omgeving snapt het. Iedereen is voor Feyenoord. Maar hij houdt vast aan zijn clubje NAC. En daar is hij vol trots is hij daarop. Ja. Ja. En de allereerste keer dat jij ging, hoe was die sfeer voor jou? Hoe ervaarde jij dat? Ja, ik was 6 jaar, dus ik was nog vrij jong. Ik heb het niet helemaal kunnen onthouden. Maar ik weet wel dat het toen een gigantische impact had. Ik dacht echt dat het heel druk was. En naderhand opgezocht dat er maar een paar duizend man was. Maar mijn gevoel zaten er duizenden. Ja, dat was uniek. Ja, en toen wilde ik vaker mee en dat mocht ook. En ik ben zeker een paar keer nog dat jaar geweest. En de jaren erop, elk seizoen wel een paar wedstrijden mee mogen pakken, inderdaad. Ja, ja. En ik heb al ontzettend veel meegemaakt dan met NAC. Ja. Wat is nou echt een moment waarvan jij denkt van hè, dit is toch echt wel het moment, het mooiste moment wat ik heb meegemaakt met de club? Ja, kijk, er zijn meerdere momenten. Sowieso elke wedstrijd als je erheen gaat, je ziet 19.000 mensen fanatiek er naartoe gaan, dat maakt me trots. En vooral als je dan ziet naar die 0-2 van PSV, dat zo'n heel stadion opstaat en eigenlijk ja, tekeer gaat of dat je 2-3-0 voor staat, toen kreeg ik een brok in mijn keel. En ook recent geleden tegen Nijmegen thuis, dat je 0-0 staat. Je wordt aan alle kanten weggespeeld. En in één keer, het is in die documentaire door Sjoerd Moussou heel goed beschreven. Je ziet in één keer dat publiek er ontstaat iets. En ja, dat je daar deel uit van mag maken. Je wint met 1-0, zwaar onterecht. Maar ik denk gewoon door het publiek. Ja, dat zijn voor mij wel even wat op korte termijn, wat niet zo lang geleden is, momenten waar ik aan refereer. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Yes, en succes dit seizoen. Hè. Ja, jij ook. Welkom terug hier in Zundert. We hebben nog 3 vragen voor Gianluca, dus kies er maar weer een uit. Wat de rode. Egaal kunstgas of hobbelig echt gras? Hobbelig echt gras. Ja? Wat vind je van kunstgas in het algemeen? Nou, ik moet zeggen, ik heb totaal denk ik 4 seizoenen op kunstgas gespeeld ook. Welke club was dat? Bij VVV en in Rusland hadden ze ook kunstgas. Moet ik wel zeggen dat het wel echt 2 hele goede velden waren. Maar ja, als jij hier kijk, naar buiten kijkt, allemaal grasvelden in het stadion. Bij NAC hebben we echt een goed veld.
Ja, dan is de keuze niet moeilijk. En dan, zoals de afgelopen wedstrijd tegen Vitesse, dat het slechte weer erop komt, hobbelig. En ja, dat is meer voetbal. Je moet het gras ruiken om echt dat gevoel te krijgen. En bij kunstgras, ja, we gaan aankomende week gaan we weer naar Zwolle toe. En je houdt je hart alvast om een eventuele slijding te maken, want je weet gewoon dat je helemaal open ligt. En is het nou ook zo dat als je weet dat bijvoorbeeld zaterdag tegen Zwolle, dat je in de aanloop daarvan, in de week misschien als groep, als iets zegt van ah shit, we moeten naar kunstgras, we pakken iets anders aan. Hou je daar echt mee bezig? Nee, tuurlijk. Kijk, je doet je ding en je doet alles om te presteren, ook op kunstgras. Maar ja, de vraag is, het is wel anders. Ja. En het feit is wel, het is de grote spelers van Persie en die komen terug naar Nederland. En als ze op kunstgras uit moeten spelen, spelen ze niet. Dus ja. Nee, dus als het aan jou ligt, gewoon overal gras. Aan de KNVB, als jullie meekijken, doe er wat aan. Want het is niet fijn om helemaal als je erbij speelt bij zo'n club, als je iedere week onder de schaafwond en bloedblaren zit. Dus het is niet, niet fijn. Duidelijk, duidelijk. Mag je er nou inpakken? Trainen in Zundert of in Breda? En dan moet je het zo zien, als je de keuze had dat dit trainingscomplex met alle faciliteiten, zou je dat dan liever hier in Zundert houden of dat het in Breda is? Nee, dan wel in Breda. Maar ik moet zeggen, hier in Zundert hebben we alles. We hebben een mooie gym, we hebben een kok die van ons kookt, we hebben een mooie kantine. De velden zijn top, worden goed onderhouden. Dus ja, dan maakt het niet uit waar het staat. Nee. Maar ja, het is fijn voor ons dat het hier ligt. En, ja, het is hier wel lekker rustig. Er komen niet zoveel supporters kijken, wat overigens wel jammer is. En ik denk als je het in Breda zou doen, dat er wel veel meer dus belangstelling op de training zou zijn. Dat zou dan een reden zijn voor de supporters om het in Breda te doen. Ja, en ook voor ons, want het is toch wel leuk als we de training aan het doen zijn, dat er supporters staan. Dat werkt dat dan ook motiverend als er supporters staan te kijken? Of? Ja, nee, ja, het is leuk toch? Ook voor hun en vooral voor de kinderen. En je kan af en toe een praatje maken en met ze op de foto. En dat is hartstikke leuk. Oké, ja, duidelijk. We gaan nog inpakken. Even kijken. Deze. De winnende assist geven of zelf een doelpunt maken? De winnende assist geven. De winnende assist geven. Ja. Geef je veel assist? Nee, niet echt. Nee. Vroeger wat meer dan nu. Ik speel nu ook op positie dat ik wat minder bij de goal betrokken ben. Aan de andere kant, het doelpunt maken, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Maar ja, als jij de assist geeft waardoor we winnen en waardoor we die 3 punten pakken, ja, dan is het fijn om die assist te geven. Want kun je dat eens proberen te beschrijven voor de kijkers, hoe het voelt om het winnende doelpunt te maken? Ja, dat is niet te beschrijven. Dan krijg je zo'n adrenaline kick en al die mensen die gek worden en voor je aan het klappen zijn en aan het schreeuwen zijn. En ja, dat. Als jij niet voetbalt, zeg maar, dan is dat eigenlijk niet te vergelijken met iets. Of zelfs als met wedstrijdspanning, daar had ik het laatst met iemand over. Ja. Het is heel moeilijk. Ik ben natuurlijk nu wat ouder, dus ik kijk al naar de toekomst, wat ik ga doen, wanneer ik ga stoppen eventueel, et cetera. Mm. Dat ik denk, als ik ga stoppen met voetbal, dat ik dat heel erg ga missen, die wedstrijdspanning. Gewoon dat gevoel dat je een dag, op de dag zelf, naar een wedstrijd moet toeleven. Wat je er allemaal moet voorlaten, maar ook, ja, je eetpatroon en dat soort dingen, wat er allemaal omheen komt. En om dan die 90 minuten te kunnen presteren, ja, dat is wel. Dus jij zou dat wel echt missen? Ik zou dat wel heel erg gaan missen, ja. Maar sluit je dan ook niet uit dat je naast, of nadat je zelf hebt gevoeld, ook nog verder gaat in de voetballerij? In een bepaalde functie? Ja, misschien wel. Of misschien zou ik iets gaan doen waar je ook dat hebt. Hè. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, kickboksen of wat ook. Of zulke soort dingen, waar je wat langer mee kan dan een voetballer. Maar ja. Ja, om toch die spanning terug te krijgen. Want ja, ik moet wel zeggen, dat werkt wel verslavend, moet ik zeggen. Oké, okay, nou vet. Dankjewel Gianluca. Graag gedaan. Dit was weer de speler van deze maand. En wij gaan terug naar Leon en Rinse en we zien jullie volgende maand weer terug. Ja, is er een lijntje gekomen van Ajax uit? Ja, dat zat wel diep, hoor. Het is maar alles meegevallen, hoor. We gingen daar naartoe met de gedachte, het wordt 8-0. Ze hadden net Real Madrid, hadden ze toch wel een flinke partij kunnen geven. Alles wat minder dan 8-0 is meegenomen. En toen werd het slechts 5-0. Een paar jongens weer. Van de penalty 2 eigen doelpunten, een beetje ongelukkig. Ja, joh. Oh. Ja, daar kun je het niet aan doen, maar. Ondanks die 5-mansverdediging, ja, toch. En maar Derviet die heeft dan meegedaan. Palme Brown die stond er weer een keer in. Koch die mocht blijven staan, Mets eruit. Ja, maar je gaat je aanvoer natuurlijk niet eruit halen. Nee, er moest toch wel iets overblijven, natuurlijk. En Karami er weer uit, hè? Karami, ik ben benieuwd of dat we daar.
Verstappen daar nog iets van gaan zien de komende tijd. Dat is een beetje afhankelijk van de gang blijft. Dat is natuurlijk een vriendje, hè, van hem. Ja, die kennen aan elkaar uit de Excelsior tijd. Ja, 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 ik snap nou ook wel waarom hij niet hoger kan dan Excelsior. Ja. Dat is ook wel duidelijk geworden. Hij heeft heel lang bij Vitesse op de bank gezeten. Hè. We zien nu wel waarom. Of hij mist gewoon ontzettend veel wedstrijdritme. Hij heeft wel anderhalve wedstrijd bij Vitesse gespeeld, geloof ik. Ja, maar die verhaalt ze drie klassen beter. Ja. Dat vind ik echt een prima voetballer overnacht. Ja, ik denk het ook. Dat zag je ook al tegen Ajax, dat hij wel wat leuke dingen liet zien. De bal op de paal, wel leuke of wat latten. Ja, latten, of zo. Latten. En een paar goede voorzetten sowieso. En daar zit wel wat potentie in, hoor. Maar ja, komend weekend dan de Groningen, hè? Een van de sleutelwedstrijden. Dat was, ik denk 2 maanden geleden nog een zware concurrent. En die Groningen staat nou gewoon in het linkerrijtje. Ja, moet je wel maar klas hebben dat het allemaal onder de 10 blijft de komende weken. En dat we in ieder geval een goede carnaval hebben. Ja, dat zeker. Proost. Proost. Breda Nu. Je weet het meteen.